Goedemorgen, u kijkt naar het weerbericht van Weerplaza, opgenomen op 24 oktober. Er is veel bewolking boven Nederland. En in het zuidoosten van het land valt al af en toe wat lichte regen of motregen. En die neerslag die breidt zich geleidelijk aan naar het noorden uit. Maar het blijft tot de avond droog in het noorden van het land. Het wordt vanochtend zo'n 7 tot 10 graden, en vanmiddag wordt het niet veel warmer. De maximumtemperatuur ligt vanmiddag tussen de 9 en de 11 graden. Er waait een matige wind uit oostelijke richtingen. Aan zee kan de wind af en toe vrij krachtig zijn. Vanavond trekt de regen en motregen geleidelijk aan het land uit. En vanuit het zuidwesten wordt het dan droger en klaart het ook op, kan dan vannacht op diverse plaatsen mist ontstaan. Morgen begint de dag dan op veel plaatsen grijs, door nevel of mist, maar in de loop van de dag breekt ook af en toe de zon door. De temperatuur loopt dan op naar zo'n 11 tot 14 graden en er waait een zwakke tot matige noordoostenwind. De dagen erna blijft het weerbeeld vrij rustig, met wolkenvelden en zon en in de ochtenden toch ook wel kans op mist. De maxima liggen over het algemeen tussen de 12 en de 15 graden. Mijn naam is Raymond Klaassen voor Weerplaza. Ik wens u nog een fijne dag.